Als ik denk van ik ga zuinig om met energie, dan denk ik ja, ik gebruik mijn auto heel weinig, alleen maar voor echt grote afstanden. Ik laat de lichten niet consequent aan. Nou, met de keuze voor spaarlampen, die heb ik al heel lang geleden gemaakt. Dus nou, in de kleine dingen ja. Ik probeer er altijd wel op te letten hoe ik met de energie bijvoorbeeld omga. Een soepbakje wat van duurzaam materiaal is gemaakt. Nou, dat is hier een gegeven, maar dat is prima. Als je uit twee kunt kiezen, dan kies je hiervoor. Ja. Het zijn maar kleine dingetjes natuurlijk. Een keer het licht wat minder lang laten branden dan nodig is. Dubbelzijdig kopiëren. Ik ben wel bezig een beetje met duurzaamheid omdat ik vegetarisch ben. Dus dat is ook bewust, omdat ja, ik vind dat je geen vlees hoeft te eten, omdat het dan niet heel de wereldbevolking daarmee gevoed kan worden. En verder ja, scheid ik mijn afval. En als ik later wel meer zou verdienen, zou ik ook wel biologische groenten willen kopen. En ja, meer kijken naar hoe producten verbouwd worden, dat er niet heel veel water voor verbruikt wordt, wat eigenlijk wat niet nodig is. Ik heb een tijdje als vrijwilliger gewerkt bij Greenpeace. Een beetje rekening met niet te veel dingen weggooien. En dat soort dingen. Maar ik ga geen speciale prullenbak kopen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dus de spaarlampen, geen onnodig licht aan, kachel in ruimtes waar het niet komt, niet aan. Dat soort dingen. Splits mijn afval. Ik heb overal spaarlampen gemaakt. Ik pak geregeld de fiets. Ja, ik probeer inderdaad zuinig met energie om te gaan. Ik heb een moestuin. Ik vind wel dat ik zelf heel erg op let wat ik doe en hoe zuinig ik ben met alles. Bijvoorbeeld al te fietsen naar school te komen. Hier als je hier in de buurt woont, ga je niet met de auto naar school toe. Oud papier, dat leveren we apart in bij de Gansenwinkel. Wordt ook 1 keer in 2 weken opgehaald. Afval gespreid, dat deed ik een aantal jaar geleden niet. Maar ik ben echt omgeturnd wat dat betreft. En met autorijden, dus een redelijk zuinige diesel en heel vaak voet van het pedaal in plaats van het remmen. Ja, ja. Dus allemaal kleine dingen. Het eten opmaken wat je gekocht hebt en niet alvast weggooien. Het is voor kinderen naar huis uit zijn, is dat soms iets lastiger, maar dan moet je anders inkopen. Dat is heel simpel. Dan koop je dus geen liter melk meer of 2 liter terwijl je de enige bent die dat drinkt. Dan moet je misschien halve litertjes, heb je wel een beetje meer karton misschien, maar dan hoef je in ieder geval niks weg te doen. Het zijn maar kleine dingen, maar het helpt me. En niet altijd, als je met 2 personen weggaat, de hele dag het licht aanlaten, laat ik eens iets noemen. Mm-hmm. Want voor je het weet heb je toch 15 of 20 lampjes branden. Ik probeer zo vaak mogelijk met de trein naar mijn werk te gaan. Ja? En mijn auto dus thuis te laten staan. Ik schijnt afval, glas, papier en plastic. Voor de rest ga ik altijd eten kopen wat ik ook gewoon gebruik en wat ik niet weggooi. Soms. Ja, ik heb voor Greenpeace een aantal dingen gedaan waar ik dus echt heel bewust duurzaam bezig moet zijn. Mm-hmm. Alle materialen die ik gebruik daarvoor, ja, dat moeten voldoen aan een bepaalde voorwaarde. We zijn aan het verbouwen in een huis en dan doe je dat zo, probeer je dat zo goed mogelijk te doen.